Jongens, welkom bij de eerste 15 minuten van Fallout. Hij is hier, Tom heeft de besturing in handen. Tom mag gelijk gaan aanpassen nu al, als je yes. wilt. Yes. Oh, maar ik ben al zo handsome. I know, maar ik bedoel het popje. Oh, ja. Ja. Maar het is nog niet de make-up. Nee, het is visie. Anyhow, we gaan... Oh, een stopwatch. Wil je een stopwatch zetten? Stopwatch. Timer. Kwartier. Even een kleine backstory. Ik ben op dit moment al ruim 30 uur in de game. Dus we laten Tom spelen. Maar het is wel leuk als we hier zeg maar niet te lang. Nee. Ik zit er te denken, gewoon we skippen het gewoon. We skippen het. Zullen we anders wel voor het dametje gaan? Of, Wat jij wil, jongen. Het is jouw game. Ik voel me een dame in deze game. Je moet Fallout vaak als dame spelen, omdat je hebt dan natuurlijk die perk van charisma of zo. Maar je hebt meer mannen om te versieren in de Wasteland dan... Dan vrouwen. Dan een vrouwen. Dus, daarom ben ik wel een man. Ja, ja. Body. Nee, ja, we gaan voor... Skinny? Ja. Je wil jezelf zijn? Ik wil mezelf in vrouwvorm zijn. Ik zou dit, die hoge broek zou ik ook aan hebben. Ja, yeah, I know. We gaan er gewoon voor. Hey, hoeveel zin hebben we? Ik heb de beslissing over wie de review zou doen aan jou gelaten. Ja, heel slim. Dus je legt die pressure bij mij, zeg maar. En ik heb hem uiteindelijk laten liggen, maar dat is de domste keuze die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Oh, dit is het al. Ik dacht dat we een cutscene in gingen. We hebben geen cutscene in de Fallout. Dat bestaat niet. I'll just be a minute. Oké, zijn moeder ook. Ja. Is dit een granaat? Het lijkt er gewoon. Het is gewoon een lam. Maar dit is wel vet. Waarom vind je het dom? Ja, ik had gewoon die game moeten reviewen. Hoe vet is dat? Ik weet het ook niet. Ik liet hem aan me voorbij gaan. Ik zei, jij pakt hem maar lekker. Maar toen dacht ik, shit. Ik heb een baby. Je hebt daardoor wel heel veel tijd. Ja, daardoor had ik wel tijd over. Want jij hebt er al 30 uur in zitten nou. Dus tel uit je winst. Dat had ik dus ook kunnen zijn. Had ik hier helemaal gezeten met wal onder mijn ogen. Waarschijnlijk wel. Ik was vannacht om 2 uur klaar met de game. Ik was om 12:30 klaar met de review. Om 12:30 was ik klaar met de review. Toen wilde ik toch nog even spelen. Ja, nee, ik snap het. 9,6. Dat is wel een flink punt. Bijna een 10 min. De quote is, Fallout 4 is fenomenaal. En dat is het ook. Dat is de quote ook? Of dat is de tagline van mijn review. Netjes. Ik hoorde dus wel al dat dit dezelfde voice actor is als deel 3. Er zit echt heel veel gewoon... Ik denk als je deel 3 tof vindt, dan vind je Fallout 4 ook sowieso tof. Dat is sowieso waar. Ja. Maar is het niet te veel hetzelfde? Nee. Jij kan het weten. Ja. Maar ik vind dit al wel vet. Deze intro is dus gewoon nog voor de bom. Wel doorspelen, hoor. Ja, ik ga er wel een beetje wat snel doorheen. We gaan naar buiten. Het is een zondagmiddag in Suburbia. Nee, je moet volgens mij je met je kind spelen. Oh, ik moet met mijn kind spelen. Ik was net bij mijn kind. Ja, maar... Oké, ik weet het niet meer zo goed. Oké. Maar, nee, weet je wat het is? Weet je hoe lang ik al bezig ben geweest met het bouwen van het dorp? Nee. Nog 6 uur. Oh, lekker. Ik ben 6 uur bezig geweest met het bouwen van mijn dorp. Oh, maar dat vind ik ook een van de vetste nieuwe features die ik echt uit wil proberen. Gewoon zelf je eigen super vette kassa bouwen en daar... Gewoon ook omheen community krijgen. Ja, maar het is ook echt community. Ik heb ook mijn eerste winkeltjes geopend al. Echt heel leuk. Alright, netjes. Het gaat heel diep. Ja. En het is sowieso, de game is crafting galore. Alles is te craften en ook alles heel diep te craften. Ja, dat vind ik ook zo relaxed. Want ik vond in Fallout 3 al tof. Je had 5 wapens die je kon customizen of zo, geloof ik. Of die je zelf kon maken uit de Wasteland. Super tof om te doen, maar het waren er maar 5. En nu kun je echt alles aanpassen. Dus. Letterlijk alles. Ja. Ook gewoon al potions. Hè. Je kan ook koken. Je nieuwe potions maken. Je armor kan je aanpassen. Je power suit kan je aanpassen. Heel erg Elder Scrolls. Echt super relaxed. Ja, maar dan goed. Maar dan post-apocalyptisch. Ja. Oké, we gaan door. En door. Ik heb gespeeld met mijn kind. Door! Groei op! Met Cotsworth praten. Groei op! Oh. Ik dacht, ik ga proberen het proces te versnellen. Nee, lukt niet door te schreeuwen. Er zit geen connect op. Hey Cotsworth. Wacht, heb ik een... we kunnen ook... Uiteraard geen Pip-Boy. Nee, ja, ik zat even te denken, misschien, maar... Oh, wel relaxed dat we ook een beetje third person kunnen. Mooi. Ik de bel. Ik probeer het wel schoon te houden hier. De bel. Rechts is je voordeur. Oh, oké, dat is mijn achterdeur. Oh ja, tuurlijk. Zij moet ook. Good morning. Vault-Tec calling. Ah, Vault-Tec? Vault-Tec. Oh, dit is ook wel tof gedaan. Ja.
niet meer dat altijd rechtstreeks in iemand, pal in iemands gezicht praten. Nee, je hebt meer opties ook. Beter. Ja, en je zegt nou ook dingen. Ja, dat is ook helemaal fijn. Maar kon je de stem nog aanpassen? Ja, dat is volgens mij niet. Ofwel, maar daar ben ik dan overheen gekeken. Kan gebeuren. Ah, 9,5. Ja. Ja, we gaan in deze 10 minuten die we nog hebben of zo, gaan we echt alleen maar gewoon punten eraf halen. Oh, dit ook niet. Ah. Ja. Glad you're here. Zo, met een hele neppe glimlach, zegt ze dat. Zij is ook een beetje nep. Nee. Ja. Ja. In deze zin had ik al de was kunnen doen en kunnen strijken. Ja. Nice. Vault 111. Netjes. Ik ben trouwens ook weer begonnen met Fallout Shelter. Oh ja, tuurlijk. Ja. Je, dan blijf je, als je eenmaal in de flow zit, dan blijf je er ook wel in. Ja, ik wil dit ook zo veel gaan spelen. En meer gaat het ook helemaal spelen. Yeah. Oh, sorry, verkeerde knop, jongens. Sarcastic. Hey, als die optie er is, dan kies ik ervoor. Bam! Ja, 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 ja. Als jij zeg maar iets doet, waar focus je dan altijd op? Dat ligt een beetje aan de game ook gewoon. Altijd een beetje luck, ook al heb je er nooit iets aan. Ik ben vooral wel van het sneaken en het heel veel lockpicken en daarmee gewoon een grote winst halen. Ja, dus intelligence, dus... agility vind ik ook fijner dan strength vaak. Dat je wat meer... Kan wegrennen. Ja, nee, maar ja, nee, inderdaad. Dat je sneller bent en dat je gewoon meer kan sneaken en zo. Oké. Endurance. Oh ja, strength heb je wel nodig voor hoeveel dingen je mee kan dragen. Nee, ik ben een enorm looter, dus... De grap is ook een Fallout 4 is dat werkelijk alle loot heeft nu iets... Ik weet niet hoe lang jij in Fallout 3 zeg maar je lege blikjes bewaarde. Dat deed je volgens mij de eerste twee missies, omdat het dan in ieder geval een paar cent opleverde. Ja, ja, ja. Maar ik was nu echt al uren in de game. Want op een gegeven moment moest ik iets bouwen voor mijn dorp. Een nieuwe generator. En een nieuwe generator grote. En die moest ik bouwen met heel veel aluminium. Dat zijn al die cans. Oh, tuurlijk, ja. Dus je kan nu echt... Alles heeft grondstoffen, hè. Dus je moet gewoon soms... sorry, weet je? Als... Handeltjes, tuurlijk. Oh, nice. Maar, dus dat is wel een beetje... Ja, ding. Het is... Het is best wel lastig. Dat is ook wel een nadeel, want je... Ja, maar dat is met een crafting game. Of met een survival game, of een open world game waarin je een goede inventory hebt. Je gaat zoveel dingen mee halen. Ja, maar daardoor is het bijvoorbeeld... Als ik bijvoorbeeld mijn wapen wil customizen, dat is heel vet. Maar dan zegt hij, je hebt dit en dit nodig. Ja, als je alles altijd moet meenemen, dan ben je altijd... Dan kan je altijd niet rennen. Dan ben je altijd vol. Ja, ja. Je moet wel een beetje plannen elke keer. En je hebt ook voor sommige wapens heb je dan weer een bepaalde perk nodig. Er zijn sowieso 70 perks. Tering. Met allemaal verschillende lagen. Je kan eigenlijk 275 keer levelen. Damn. Met perks. Damn. Er is geen level cap, maar het kan 275 keer met perks. Dat is wel echt best wel sick. Maar ja, hoe lang ben je daarmee bezig in uren? Hey, rustig. Ik ben nu level 23, ik zit er 30 uur in. Shit. Serieus. Dit voorspelt zoveel goeds voor ons allen. Ja, niet echt. Ja. Zo, die is weer rustig. Zet die moet met de krip. Ja. Damn, wat een demon is het ook. Nee, hij lijkt wel echt op zijn vader, dat zie je wel. Trouwens, hij is donker sowieso. Wat is dit? Wat, met wie heb jij het gedaan? Je hebt een donker kind. Van Hans weet je nooit waar ze mee gaat slapen. Dat is... wederom een mogelijkheid om sarcastisch te zijn. Zo. Ah, het is dus duidelijk, het kind is wel van hem. Nee man, het kind is sowieso van Queen. Hij is ook best wel donker. Ja, maar niet zo donker als je kind. Ah, die droogt wel op. Eeuw. Oh, met tv. Oh, god. Vet. Oh, ik hou van een lekker Doom scenario. Ik heb wel zin in Doom 3 dan. Laat je niet om hoeven te lachen. Ik vond hem best wel goed eigenlijk.
Zou ik niet aankomen. Dun dun dun. Waarom sta je buiten? Je moet nu naar de front. Rennen. Oh, ik kan rennen. Je hebt nog minder dan 5 minuten. Nee! Ik moet naar de vault! Hoe vind je het eruit zien, Tom? Ik vind dit serieus een heel fijn aanzicht. Het is misschien wel iets te veel de engine van Fallout 3 voor de liefhebber, maar het is zo kleurrijk geworden. Het heeft echt iets. Er zit eindelijk een beetje felle, harde kleur in. Brengt heel veel sfeer mee. Prachtig beeld dit. Laat me erin! We need to get in. Oh, oké, okay, ja, dat deed even niet. Lego. Ja, laat me er door! Ja. Maar gaat U2 ook in de vault? Ja, U2! Bono, we need you! We need you for the future of music! Alright! We need you for the future of rock! Every time I clap my hands, a world is destroyed. Je moet naar de vault. Oh, oké, hij zei follow me! De wereld gaat eraan en ik kan je niet eens vertrouwen. Ja, Sean is goed, joh. We're gonna be okay. Sean ziet er wel een beetje leveloos uit in de hand. Oh, dit is wel heel sfeervol gedaan, dat je ook eindelijk eens een keer de knal meemaakt. Komt-ie! Vet! Wat ruig! Super ruig. Ja, dit is echt wel een hele vette manier om de game te introduceren. Ja. Ik vond het ook vet om want ik weet dan wel dat het hele opgroeien in de vault heb je hier niet. Nee, maar je kan letterlijk binnen een, nou, minder dan een uur ben je al gewoon in de Wasteland. Ja. Ja, dat Commonwealth. Maar dat was dus niet het geval met Fallout 3, dat was heel erg aan het opgroeien. Ja. Ja, was echt iets van 3 uur zat je in die vault. Ja, maar dat vonden heel veel mensen, hadden daar ook klachten over. Hè. Die kwamen niet in de game, zeiden ze dan. Dus ze vonden het te langzaam op gang komen. Dat heb ik van heel veel mensen gehad. Ja, maar dat vond ik absoluut niet. Ik vond dat juist dat hele rustige die aanpak, dat je er echt in moest komen. Dat je echt duidelijk wordt dat jij geboren bent daar. Ja. Dat maakt het ook wel heel vet. True, maar vergeet dat je in deze game vooral gaat entrepreneuren in het bouwen van civilizations. Ik kan letterlijk in mijn game met 30 ronden weg al 10 dorpen bouwen als ik wil. Ik heb gefocust op 1, daar heb ik al 6 uur in zitten. Maar ik kan er 10 stichten als ik wil. Damn, nu dat is al wel heel ruig. En ze kunnen ook samen een economie vormen. Maar goed, daar ben ik dan nog niet, want daarvoor moest ik dus een nieuwe generator hebben. Dan moet ik nog wel een perk verhalen. Ja, okay. Maar dan kunnen ze dus ook met elkaar gaan handelen, al die dorpen. Dus er komt een soort metasysteem nog overheen. Okay. Meter laag. Ja, maar dat is juist wel vet. Ik vind het altijd vet als games meerdere lagen hebben waarin je gewoon doet. Dat helemaal uit kunt diepen. Is zo fucking diep, dat wil je niet weten. Ja, maar dat je gewoon echt elke stoel gewoon zelf mag draaien. Zo van, ik ga dit hier neerzetten. Heerlijk. Ik heb trouwens mijn Voltboy machine heb ik al. Oh, vet. Je kan weer Voltboys verzamelen. Oh, wat dik. En die machine moet je dus ook bouwen. Oh, dat is wel echt gaaf. Oh. Er staat een huis. Damn. Ik heb nog 2 poppetjes. 30 uur. Ik heb nog 2 poppetjes. Ja, maar die waren ook altijd moeilijk. En dat vind ik ook wel. Ik vind het leuker om een minder aantal moeilijke collectibles te hebben dan, weet je wel, 180 die echt overal liggen. Excuse me. Even een belangrijk moment. Je moet erin. Oh, sorry. Ja, oh, nee, je moet eerst. Moet je mama helpen? Ja. Comfort. Who is my little guy, huh? Oh, Sean. I'm not going of hebben we het nou tegen? Ja? Nee. Ja. Who is my little guy? You're going to die! Nee. Maar mommy gaat wel ingevroren. Je moet dus in dat ding. Jee. Oh, dat weet je al dat het. Ja, ik kwam op geen HQ toen jij met Lenny dit aan het spelen was. Ja. En toen kwamen jullie net eruit. Ja. Cryostasis. Maar dat is dus niet tegen je verteld door de Vault baas. Dus jij wordt erg nu in de val gelokt. Maar dat is natuurlijk altijd het ding met de Vault. In elke Vault proberen ze een andere manier om de maatschappij te behouden. Of te bewaren of te promoveren. Het gaat allemaal fout. Ja. Jee, super mutants. Dat is wel vet. Je hebt echt een goede telefoon. Je stapwatch is vastgelopen. Nee, je hebt op dat knopje. Ja, knopje. Jongen. Oh. Dan zijn we er volgens mij doorheen.
Geen idee. Nee, je drukte er net op, dus het scheelt niet. Oh. Oké, okay, we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna maar we zijn nog niet uit de vault. Ja, dat is wel jammer. Dat gaat ook niet gebeuren hoor. Nee, nee, nee. Dat gaat me niet meer lukken. Zo goed ben ik dan weer niet. Je gaat nou wakker worden. Jongens, het is altijd heel kort en heel krachtig. Jongens, dit was de eerste 15 minuten van Fallout 4. Wow. En je ziet al, als je het vergelijkt met Fallout 3, het gaat allemaal wat sneller. Het gaat heel anders. Het gaat ook heel anders. We zijn nu al vanuit, zeg maar, uit de vault naar in de vault. Je wordt ingevroren. En ik ga je nu alvast spoilen, het is een spoiler van de eerste 20 minuten. Je wordt wakker 200 jaar na de inslag van de bom. Dus dan is de wereld nogal veranderd. Dus Hoe hyped zijn we? Ja, hoe hyped zijn we? Kom op, echt serieus. Ja, ik wil nou wel doorspelen, maar volgens mij moeten wij weer aan het werk. Wij moeten nu de review gaan opnemen. Jongens, heel veel plezier met Fallout 4. En tot snel. Oh, check de review. Okay. Ja.